SBS6, daarvoor is nu even het muziek zachtjes en daarvoor gaan nu even opnames gemaakt worden. Zodat u weet waarom de muziek nu uit is. Mocht de tribune vol zijn, mocht je geen plekje meer kunnen vinden, dan kun je ook aan de overkant van het water een plekje naar beneden in die unieke creatie die gebaseerd is op een van de allereerste fietsen ooit ter wereld. Leon is zelfs speciaal op die heen gegaan om het hier vol te houden. Pim en Jari die gisteren dus doorkregen dat ze mochten invallen voor Tim en Stijn van Street Lab. En dit ziet er heel erg goed uit. Ze zijn er overheen. Het is het smalle stip wat ze kunnen halen. Nu hoor ik het uit. Yeah! Maar benieuwd naar jullie tijd? Ja man, ik ben benieuwd. Waar kunnen we de tijd zien jongens? Okay. Het derde team dat start en ze doen dat in 3, 2, 1. Ja, en het bedrijf bestaat dus 75 jaar en uiteindelijk waren dit de enige twee die zichzelf vrijwillig aanmelden. Voorlopig gaat het heel erg goed, dus die bakfiets dat lijkt er toch wel op te gaan lijken dat het goed komt. Oeh, lekker op, geen voeten aan de vloer en dan het smalle stuk. Ja, dit is natuurlijk een uitdaging. Oh, yeah, yeah. Dit is ja bijna een bommetje. Oh, ze waren zo ver. We kunnen heel even terug naar de herhaling. Want... Leef je nog? Ja. Ja, kom er even bij. De papa's op de fiets en oh jee, dit ziet er al gelijk wat slecht uit. Maar dan hebben ze wel weer herpakt, de kasseien. Oh, wel een snoekduik. Het is volledig het water in. We zien ze wel lachend in ieder geval nu boven water komen. En wat een combinatie is de voetballers van Hertha 4 en oh nee, dan gaat het al gelijk helemaal mis. Ze zijn nog geen meter onderweg, ja, en hij gaat ervoor, maar dan ook voor hem houdt het daar op. Oh, wat had ik er graag zien dansen aan die paal, maar het was al snel. En ze worden gesleept. Broer en zus Jesse en Bowie en daar gaan ze en dit zo. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Ja, dit is heel erg zonde. Tim en Tristan in hun matwagen, zoals ze het zelf noemen. En ze studeren allebei in Delft en nu is het... Oh nee toch! Oh, en ja, ze hadden hele mooie punten voor de creativiteit. Natuurlijk alles klopt. Blikje in de water. Ja, en dan uiteindelijk niet in de water, maar het gaat toch in de water. En dit blikje in de water vanuit de Classic. Ja, daar gaan ze naar beneden. Het is Team Bubbles en daar zijn ze. Oh, wat een snelheid zit erin. Ja, Arjen Ellis niet voor niks. Nederlands kampioen freestyle BMX 2021. Nicky erachterop. Het smalle stuk gehaald. En wat is de tijd? Heren, kom op mij. Ik had een kleine twijfel aan bij mij. Er was wel een klein slingertje, maar dan kwam door de Bubbles. Maar gelukkig nog niet te veel. En nu? 1. Ja, de Boezoes met Kai voorop. Ze gaan voor goud. Ze zien er ook goud uit. En dan is het een gouden dip. En Anneloes, ze komen allebei uit Den Haag. Ze wonen hier. En dit ziet er heel snel uit op de BMX-fiets van Hugo. En hou hem stabiel. Oh! Ja, en Hugo gaat door. Anneloes ligt in het water. En dat is Hugo er wel. Maar hij telt niet, want ze moeten met z'n tweeën over de streep komen. Maar Hugo is in ieder geval nog wel. Ik ben er klaar voor. Ben je er ook klaar voor? Daar gaan we dan. Team Buurman en Buurman in 3, 2, 1. Ja, daar gaan Buurman en Buurman. Ze hebben ooit 30 meter achter elkaar weten te fietsen. En daar is het. Oh, oh, oh. Nou, dit was 2, 1. Op een tandem uit 1936 komen ze hier naar beneden. Het bakje Kapsalon. Het is ook een ode aan de Kapsalon. Voorlopig staan ze nog. Het gaat nog rechtuit. Ja, en dit is sterk. Het smalle stuk. Het laatste stuk. Gaan ze nog wel halen? Jawel, jawel. Jan voorop en Julia die al de hele ochtend vol van zenuwen zit. En dan is het... Oh, voor de schans liggen ze er al in. Oi, oi, oi. Ja, het was misschien ook wel de zenuwen, de spanning. Of misschien wel de opwinding van... Op de dikke banden, daar gaan ze. In 3, 2,
1. Martijn en Dies op de mountainbike met de extra dikke banden. Ze houden van hard gaan. En dit zou zomaar eens wat goed kunnen gaan worden, maar oei, oei, oei! Het leek zo stabiel te gaan. Hij moest even corrigeren. Dus team hamsteren in 3, 2, 1. Ja, deze unieke constructie. En dan is het... Oh, ha! Het leek er echt op alsof ze eventjes toch helemaal richting de schans. Ja, de meeste mensen die een relatie op het spel zetten, die gaan verbouwen. En deze twee gaan hier in ieder geval van het parcours af van de Red Bull Stalen Ros. En dit ziet er heel sterk uit voor de Zouthoppers uit Scheveningen. Jawel, ze gaan naar de bel! Ja, jawel! Mick en Wiel, volgens mij is jullie relatietest zet 1. Jullie mogen starten in 3, 2, 1. Ja, daar gaan ze. Het is een hele unieke constructie. Het is Joris ofwel Snorris die voorop zit. En voorlopig houden ze de balans recht als ze de punt weg gaan. Oh, ja, de benen van. Oh! Het vluchtelement. Gaan halen. Ik hoop ook dat ze het gaan halen. We tellen af. In 3, 2, 1. En daar gaan Ken en Barbie ofwel... Martijn en Stanley. Stanley stuurt en trapt. En dit ziet er voorlopig heel erg goed uit. Hij houdt hem gewoon recht. Ze verliezen een stukje van de wagen. Maar dan is het... Oh! Ja, en je ziet ze aan de onderkant zitten. In 3, 2, 1. Tim en Tom. Tim, die moeten het hier gaan doen. We hadden sowieso het idee van we gaan de eindstreep halen. Gaan ze het ook halen? Ja, of voorlopig houden ze die balans goed. Want ja, als freerunners zijn de... Oh! Als freerunners zijn de, kunnen ze in principe balans houden. Maar dit was Edwin voorop, Jari achterop. Ja, en die kano was een meter langer, maar ze moesten hem wat korter maken. Ze gaan vanavond in de kroeg uitgebreid verslag doen over hoe het gegaan is. Ja, en dit ziet er toch heel sterk uit. Het smalle stuk, gaan ze het halen? Ja, ja, ja. De kalende kano's. En ze gaan kou! Ik heb ook begrepen dat ze het ontwerp wel meerdere keren hebben aangepast. In ieder geval de kleuren. Oh!